Oké, Jacco Maart hier, internetsuccesgids.nl en welkom in deze nieuwe video. In deze video wil ik het met je hebben over de hoeveelheid tijd je moet besteden aan affiliate marketing. Vaak voordat mensen met affiliate marketing revolutie of met andere training beginnen van internetsuccesgids, krijg ik vaak de vraag van hoeveel tijd moet je hier zo nou eigenlijk in gaan steken? En er is natuurlijk niet echt een vast antwoord op te geven, want hoe meer tijd je erin steekt, hoe meer en hoe eerder je resultaten zult gaan krijgen. Dat is natuurlijk gewoon logisch. Ergens waar je veel tijd in steekt, zul je ook meer resultaten mee gaan krijgen. Je ziet het met sportschool, zie je het met fitness. Hoe meer je naar de fitnessschool gaat of naar de sportschool gaat, hoe sneller jij resultaten zult gaan krijgen. En dat is net als met ondernemen en met internet en affiliate marketing ook zo. Hoe meer tijd je erin steekt, hoe meer en hoe sneller jij resultaten zult gaan krijgen. Alleen dat hoeft niet te betekenen dat je ook daadwerkelijk 10 uur per dag hier zo mee bezig hoeft te zijn. Het kan wel, maar het hoeft niet. Toen ik begon met affiliate marketing, toen was ik er echt hele dagen mee bezig. Echt fulltime focus op affiliate marketing. Ik vond het tof om ermee bezig te zijn en ik vond het ook niet erg dus om dat te doen. Het is wel belangrijk om te weten, ik had toen wel gewoon die luxe en die tijd als het ware om dat te doen. Maar het hoeft niet. Als ik nu kijk naar mezelf, ben ik nu echt dat ik een uurtje of anderhalf uur per dag dat ik echt bezig ben met affiliate marketing. En mijn websites staan en die zijn gewoon online en die groeien gewoon doordat ik elke week nieuwe content daar zo op plaats. En dat heb ik nu allemaal uitbesteed. Het is prima mogelijk dat als jij net begint met affiliate marketing, dat je ook echt maar een half uurtje per dag bezig bent met jouw website. Dat als jij gewoon één artikel per dag doet, dan is dat in principe al genoeg om ermee bezig te gaan. En wat ik ook vaak zie met mensen die beginnen, die in het begin echt superveel mee bezig zijn, net als wat ik toen eigenlijk deed, maar niet het doorzettingsvermogen hadden of hebben, om dat echt maanden aan een stuk te doen. Die kunnen dat een week of twee volhouden en vervolgens zakt de motivatie en stoppen ze ermee. En dan is het ook beter om rustig aan te beginnen en in het begin dus echt maar een uur of half uurtje per dag ermee bezig te zijn en wel gewoon iets te blijven doen, je website te blijven updaten met nieuwe content, maar vervolgens het jezelf niet te gek maken en niet jezelf te veel focussen op de dingen die je per se hoeft te doen. Want nogmaals, met een half uurtje of een uurtje per dag kun je echt prima beginnen met affiliate marketing. Het is echt niet zo dat je hier zo hele dagen per se mee bezig hoeft te zijn. Maar nogmaals, doe je dat wel, ben je er wel heel veel mee bezig. Moet het natuurlijk wel leuk blijven voor jezelf. Maar dan zul je wel zien dat je natuurlijk gewoon sneller resultaten gaat krijgen. Net wat ik ook zei, hoe meer je naar de sportschool zal gaan, hoe sneller jij resultaten zult gaan zien. Maar je kunt ook prima een half uurtje per dag naar de sportschool gaan. Het is niet dat je dat de hele dag daar zo hoeft te zitten. Ik heb ook wel eens gezegd, zie het ook als een plant. Die hoef je ook niet de hele dag 24/7 water te geven om te laten groeien. Dus met jouw website ook hoef je ook niet de hele dag mee bezig te zijn. Het kan wel, met een plantje zou ik dat er niet doen, maar het kan wel. Maar het moet ook leuk voor jezelf blijven. Het moet ook vol te houden voor jezelf zijn. En nogmaals, als ik nu naar mezelf kijk, ben ik nu dan zo'n 10 jaar bezig met affiliate marketing, dan is echt een uurtje per dag of anderhalf uur per dag wat ik hier zo mee bezig ben. En heb ik wel de luxe dat ik dat allemaal kan uitbesteden en dat ik nu wel op dat level ben gekomen. Maar ook als ik terugkijk naar mezelf, kon ik dit ook prima met een uur of anderhalf uur of misschien 2 uur per dag, kon ik dit opbouwen. En ligt natuurlijk aan hoe graag je wilt en wat je allemaal voor doelen hebt enzovoorts enzovoorts. Maar je kunt prima rustig beginnen met gewoon een uurtje per dag om hier zo mee aan de slag te gaan. En om het gewoon zo rustig aan dan telkens gewoon op te bouwen. Zo kun je gewoon prima beginnen met affiliate marketing. Dus hoeveel tijd je erin besteedt, je kunt het helemaal zelf weten. Nogmaals, het kan een hele dag zijn, maar het kan ook een uurtje per dag zijn of een half uur per dag zijn of daartussenin. Het gaat er maar om dat je bezig bent en dat je ook bezig blijft. En het belangrijkste, en dat laat ik je ook in de video's van de Affiliate Marketing Revolutie zien, dat je gewoon elke week nieuwe content op je website plaatst. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste als je dat maar blijft doen. Als je maar in beweging blijft en dat op de lange termijn door blijft gaan. Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Laat het zeker even weten in de reacties hieronder. Abonneer op het YouTube kanaal. Zoek me op Instagram, jacco.meijhaard.
Bedankt voor het kijken van deze video en ik zie je in een volgende video.